sitting on a highway in a broken van, thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face, like a mirror looking back at me, saying you're the only one, making me feel I could survive, and so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day since you went away. Manhattan Island Serenade. Kijkers, Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afhankelijk van wanneer u kijkt. We staan hier aan de Hongerlandse dijk. Naar de overgang van de Nieuw-Hollandse Hongerlandse dijk. En verderop heb je dan de Maasboulevard en Spijkenissen. Hier rechts van mij, voor u links, de Spijkenissenbrug. Achter mij scheepvaartverkeer die ongehinderd hier voorbij gaat. En dat is logisch. Ze maken geen gebruik van een fietspad of van een voetpad. Wat inmiddels is afgesloten voor alle verkeer. En dat heeft verschillende mensen toch wel behoorlijk verrast. Ineens een hek midden op de weg. Geen bord, helemaal niks. En vervolgens moet je maar zien hoe je thuis komt. De gemeente heeft inmiddels de aannemer gesommeerd om ervoor te zorgen dat de goede communicatie op gang komt. Communicatie niet alleen met het aanbrengen van de borden, de omleidingsroute, dat is inmiddels gebeurd, maar ook op een andere wijze. Gewoon ouderwets, papiertje in de brievenbus of via Grootnissewaard, de krant, of via een medium als Botlek TV, Link Media. Het kan soms zo simpel zijn. Aanvankelijk werd er gevreesd, en dat werd ook bevestigd, dat er een afsluiting zou komen in verband met het aanleggen van 6. Ja, luister goed, 6 grote torenflats. Die gaan er ook komen, maar gefaseerd. De afsluiting hier van de Nieuw-Hongerlandse dijk, het voetpad en het fietspad, is vooral om de zaak op te hogen. Asfalt is inmiddels al weggehaald, nieuw asfalt zal worden aangebracht. En de gemeente heeft aangegeven, half oktober moet het klaar zijn. We hopen natuurlijk dat dan ook bij de bouw van de flats, en niet alleen van de flats, maar ook van een gigantisch groot complex van scholen, scholengemeenschap, dat het hier wel open blijft. We kijken vanaf de Oude Maasweg tot aan de Biesbosstraat. En dan ga je richting Schenkel. Inmiddels hebben de meeste inwoners van Spijkenissen de weg vanzelf gevonden. Ook zijn er omleidingsborden gemaakt vanaf hier de Oude Maasweg tot aan de Biesbosstraat. Nu achterlangs fietsen en overdag is dat een geweldige, gezellige, mooie route. Brede route, veilige route. Maar 's avonds, dan zie je hier niemand. In ieder geval geen dames op een fiets, zoals hier achter me. Zoals ook een verpleegster van het Erasmus MC zei, van ja, daar ga ik niet fietsen. Want het is aardedonker. Sandra Soumaikou, woordvoerder van de gemeente Spijkenissen, Nissewaard, heeft aangegeven, daar werken we aan. En dat is te hopen dat het op korte termijn hier toch een bepaalde noodverlichting komt. Zodat de mensen ook in de avonduren gebruik kunnen maken van dit alternatief. Zo niet, dan moet je vanaf de Spijkenissenbrug kilometers om uiteindelijk aan de achterzijde te komen van de wijk Schenkel. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat doet niet alleen de aannemer of de gemeente, dat doen wij ook. En dat doet eigenlijk iedereen. Maar om het mooi te maken, moet je eerst met je enkels in het zand. En dat gebeurt achter mij. Hier komen 6 grote torenflats. En dat is heel erg nodig voor Nissewaard
om die stroom van de inwoners hier een mooi huis te geven en een doorstroming te bevorderen. Voorlopig is het nog niet zover. Voorlopig gaan ze dus het fietspad gaan ze mooi ophogen, zodat daar gebruik van kan worden gemaakt. En dan vervalt deze weg weer. Dat wordt een weg waar dan zeg maar de aannemer gebruik van gaat maken om zandauto's, grindauto's, steenauto's om hier naartoe te brengen. Want hier komt een gigantische grote scholengemeenschap. In Noord, Spijkenisse Noord, verdwijnt onder andere de Charles de Foucault school, de MAVO. Maar die komt wel terug. Hier, grote gemeenschap tussen de Nieuw-Hongerlandse dijk en het woonwagenkamp. Kijkers, Botlek TV, Link Media, u bent goed geïnformeerd dankzij dit medium. En wellicht ook straks binnenkort door de aannemer die ervoor gaat zorgen dat iedereen in deze omgeving op de hoogte zal worden gebracht. Ik voel een beetje tocht in mijn nek. Maar ja, dat is logisch. De brug staat open, dan gaat het altijd een beetje extra waaien. Hier voor mij stofwolken, dat kunt u niet zien, maar er wordt hard gebouwd. En dat is de bedoeling. Spijkenisse, voortvarend, met de vaart der volkeren, meer woningen, meer faciliteiten. En dan gaat er wel eens wat fout. En daar zijn wij dan bij, want als het fout gaat, dan ben je genomineerd, kun je genomineerd worden voor de Gouden Eikel. U weet misschien al wel van de eerste aflevering van de nominatie van de Gouden Eikel. En die nominatie is bestemd voor de RET, de Rotterdamse Elektrische Tramwegmaatschappij, voluit genoemd. En de gemeente Spijkenisse. Herstel de gemeente Nissewaard uiteraard. En dat was omdat het metrostationscentrum waar je tot zowat je enkels in de duivenstront staat. Maar goed, inmiddels een tweede nominatie voor de Gouden Eikel. Voor in dit geval de aannemer die hier bezig is, voortvarend, chapeau, maar vergeet te communiceren. Dit was Botlek TV Link Media. Tot de volgende Eikel.